leuk dat je kijkt. Heb jij toevallig thuis nog een kamertje over met een muur van 14 meter hoog en 120 meter in omtrek? Zo ja, dan is dit misschien een uitzending voor je, want ik weet wel een leuk schilderijtje wat je daarop kan hangen. We gaan het vandaag hebben over Hendrik Willem Mesdag. Mesdag is geboren in Groningen in 1831 en uiteindelijk overleden in Den Haag in 1915. Het is een van de belangrijkste kunstenaars uit die hele periode die in Nederland geleefd heeft. Hij was de belangrijke man achter wat we noemen de Haagse school. Hij was de belangrijke zeeschilder uit die periode van zeg maar 1880 tot 1910. Nou, over hem ga ik het hebben en dan speciaal over zijn allergrootste werk, het panorama. Maar eerst even, wie is meneer Mesdag nou eigenlijk? Nou, dit is hem dus, onze vriend van vandaag, Hendrik Willem Mesdag. En zoals ik al zei, een geboren Groninger in 1831. Hij, Hendrik Willem Mesdag, er is een straat naar genoemd. En zijn broer, Taco Mesdagplein, is ook zijn straat naar genoemd. Waren Groningse kunstschilders die in eerste instantie helemaal niet richting kunst zouden of leken te gaan. Hun vader was een welgestelde Groninger fabrikant, een stijfselfabrikant. Hij is er erg rijk mee geworden, zo rijk dat hij op een gegeven ogenblik, behalve fabrikant, voornamelijk bankier geworden is. Maar zijn zoon Hendrik Willem, die is wel, op jonge leeftijd was al duidelijk dat hij tekenen heel erg leuk vond. Hij is naar de, wat toen al heette, Academie Minerva gegaan. Minerva is de kunstacademie in de stad Groningen. Nou, daar heeft hij echt kennis gemaakt met de kunst. En toen ja, was nog steeds dat hij waarschijnlijk toch wel iets in het bedrijf van pa ging doen. Maar op een gegeven ogenblik heeft hij de knoop doorgehakt. Hij is getrouwd in 1856 met zijn vrouw Sientje van Houten. En Sientje is heel belangrijk voor hem gebleken. Nou, hij heeft een aantal jaren later heeft hij besloten dat werkelijk de kunst helemaal zijn toekomst moest worden. In 1866 hakt hij de knoop door en verhuist met zijn gezin naar Oosterbeek. Oosterbeek is wat men in die tijd noemde het Hollandse Barbizon. Barbizon. Wat is Barbizon? Nou, Barbizon is een dorpje, ik denk ongeveer 35 kilometer onder Parijs, in een natuurgebied midden in de bossen, waar in die tijd, zeg maar 1830 tot 1850, heel veel Parijse kunstenaars naartoe trokken om daar in het bos de natuur te bestuderen en de natuur te schilderen. Het licht zoals het in de natuur was, de beelden zoals het in de natuur was, de kleuren zoals het in de natuur was. En niet zoals het vroeger in hun studio in hun gedachten zat. Nee, inmiddels was er een belangrijke uitvinding gedaan. Verf kon in tubes gedaan worden. En doordat je verf in een tube had en het niet meer met een potje moest lopen mengen in je atelier, met die tubes kon je naar buiten, je kon de natuur in en je kon de natuur schilderen zoals die echt was. In plaats van het plaatje wat je in je hoofd hebt. Dat was een belangrijke verandering en het Barbizon is daar een heel groot voorbeeld van. Na een paar jaar, in 1868, maakte hij een reis met zijn vrouw en zijn zoontje naar een waddeneiland, een Duits waddeneiland, Norderney. En daar heeft hij zijn liefde ontwikkeld voor de zee en de luchten en het leven op zee en het strand en de duinen. En ja, dat is in zijn hele leven is dat verder belangrijk gebleven. Hij is met dat soort werk en die luchten vooral, is hij de grondlegger geweest, of een van de grondleggers van wat later bekend stond als de Haagse school. Waar natuurlijk nog veel meer schilders ook hun deel aan hebben gehad. Maar hij was toch wel een van de belangrijkste voormannen van die hele richting. Vlak na die reis in 1869 besluit hij te gaan wonen in Den Haag. Eerst in een straat, de Anna Paulownestraat. Maar een jaar later heeft hij samen met zijn zwager, Samuel van Houten, heeft hij daar een huis laten bouwen. Een huis in de hele lange Laan van Meerdervoort. Helemaal aan het begin, nummer 7. Daar staat het huis wat hij toen heeft gebouwd en wat er nog steeds staat en wat nu plaats biedt aan de Mesdag-collectie, het museum H.W. Mesdag. Nou, dan merk je al dat hij ook in die tijd niet echt arm was, hè? Nee, als je zo'n huis kunt laten bouwen, dan heb je toch financieel echt wel een beetje in de melk te brokkelen. En dat klopt ook wel, want eigenlijk vanaf het begin is hij een belangrijke, goed verkopende, heel bekende Nederlandse schilder geweest.
Hij heeft geëxposeerd door heel Europa heen. Hij heeft les gehad in Brussel. Hij heeft in Parijs gewoond. Hij heeft in Parijs op, dat is ook bijzonder, een medaille gewonnen. De gouden medaille op de Salon. De Salon was in die tijd ja, wat de galeries van tegenwoordig zijn. Als jij een kunstenaar bent en je exposeert in een galerie en mensen komen kijken en zeggen, oh dat is mooi, en die koopt dit en die koopt dat. Dat bestond in die tijd nog niet. Je had de Salon. En je moest uitgenodigd worden om op de Salon te komen hangen. Als jij zelf als kunstenaar dacht van, hé, dit vind ik mooi, ga ik indienen? Nou, kans was klein dat je aangenomen werd en dat je werk daar tentoongesteld wordt. Van Gogh bijvoorbeeld is het nooit gelukt, al heeft hij het echt wel een aantal keren geprobeerd. Maar op de Salon moesten ze niks van zijn kunst hebben. Mesdag dus wel, hè? Hij heeft daar al de gouden medaille gewonnen. En ook nog bij exposities in Venetië en in München. En heel veel Europese steden heeft hij grote prijzen gewonnen. Maar ondertussen was zijn zakenmanleven niet helemaal afgelopen. Hij heeft, vanaf het begin heeft hij heel veel schilderijen gekocht. Bijvoorbeeld in die Barbizon-periode van heel veel schilders uit die tijd heeft hij schilderijen gekocht. En die vond hij belangrijk en die wilde die hebben. En die heeft hij al heel gauw tentoongesteld in de Mesdag-collectie. En dat huis wat hij gebouwd had op de Laan van Meerdervoort, daar zit dus nu nog steeds het Rijksmuseum H.W. Mesdag in. En in dat Mesdag-museum is nog steeds zijn collectie van 200 schilderijen die hij verzameld heeft, gekocht heeft, is daar voor iedereen te zien. Ik zou er eens naartoe gaan als ik jou was. Dat museum en alles wat erin is, heeft hij in 1903 of zo al geschonken aan de Nederlandse staat. Dus vanaf dat moment is dat een Rijksmuseum geworden. Hij is zelf wel directeur gebleven, maar het was niet meer van hem. Het was inmiddels van de staat geworden, een Rijksmuseum. En dat is het nu, ten heden te dagen, nog steeds. Nog één klein triviaatje. Ik heb het net gehad over Sientje van Houten en de zwager van Mesdag, Samuel van Houten. Nou, Samuel van Houten is later nog een bekend politicus geworden. En hij is voornamelijk bekend van het kinderwetje van Houten, waarin geregeld werd dat kinderarbeid niet meer zo verschrikkelijk ernstig mocht zijn als dat het al die jaren ervoor was. Uitbuiting van kinderen was vanaf dat moment voor een groot deel afgelopen. Hij was zo close met de familie Mesdag dat hij uiteindelijk in het familiegraf, waar eerst Sientje in lag, toen Hendrik Willem erbij, daar is hij ook bij begraven. Dus ja, echt hechte familie. Nou, ondertussen heb je hier naast mij natuurlijk al allerlei schilderijen van Mesdag gezien, waar ik niet zoveel commentaar verder bij geleverd heb, maar als je gewoon gaat googlen, dan kom je ze allemaal tegen en dan kun je daar lezen wat de precieze beschrijving is. Ik wil het met jullie voornamelijk hebben over zijn grootste en zijn beroemdste schilderij, het panorama. Wat is een panorama? Ja, je kent het misschien van je filmfotocamera wel. Je maakt een film of een foto 360 graden in het rond of alleen maar een stukje dat je eigenlijk foto achter elkaar neemt. Als je dat helemaal rondgaat, heet dat een panorama. Een panorama als schilderij is tegenwoordig heel bijzonder. Deze, die er nog over is, is eigenlijk de enige, in ieder geval de grootste ter wereld, die nog echt zo functioneert. De meeste anderen zijn inmiddels opgedoekt, failliet gegaan en uit het beeld verdwenen. Zelfs in de tijd dat deze gemaakt werd, dit panorama, toen was het al een beetje de eindperiode van belangstelling voor panorama's. Het is een poosje geweest dat die grote schilderijen, die trokken rond, een jaartje hier, een jaartje daar, een jaartje in Italië, een jaartje in Frankrijk, deden ook Nederland aan. En dan had je dus prachtige tropische regenwouden die rondom geschilderd waren, of het gezicht over de Nijl met de piramides, dat soort dingen. Het was voor mensen in die tijd wel een manier om met vreemde culturen kennis te maken. Nou, in die tijd bedacht Mesdag, ik ga dit maken. En hij vond zelfs een Belgische instelling of een Belgisch bedrijf bereid om hem daar financieel bij te ondersteunen. Die zouden ook de tentoonstelling van dit ding exploiteren. Maar die waren binnen de kortste keren uiteindelijk al failliet. En Mesdag
Hij had een paar centen, wisten we al. Heeft het toen helemaal overgenomen en heeft het zelf gekocht. En het is altijd van hem gebleven. Hij heeft het gegeven aan zijn nazaten. Hij had geen kinderen meer. Maar hij had 33 neven en nichten. En die hebben het gekregen. En dat is nog steeds een culturele familiestichting die het beheert. Het is nog steeds helemaal eigendom van zijn familie. Maar nu het panorama zelf. Hoe heeft hij dat bedacht? Hoe heeft hij dat gemaakt? Geen vreemde buitenlandse taferelen. Nee, thuis. In je eigen Den Haag ga je in Scheveningen op het hoogste duin staan. Het is zijn duin. En je kijkt eens even goed om je heen. En dan zie je vanaf de kant naar het zuiden waar je Scheveningen en Den Haag en nog veel verder hebt. Nou, Monster en Hoek van Holland kun je hier niet op zien. Maar zover gaat die kust daar gewoon door. En dan over de zee en over het strand. En je ziet schepen op het strand liggen. En je ziet de duinen en je ziet een klein beetje toerisme. Er komen wat hotels en je gaat achterlangs, ga je helemaal terug over de haven van Scheveningen heen. Over de oude vissershuisjes. En je bent weer terug bij waar je begonnen bent. Het dorp Scheveningen. Waar nu het koerhuis staat en waar nu de pier is. Die waren er in die tijd nog niet. Hè? Hoe kun je dat nou doen? Hij kon geen foto's maken rondom om dat thuis in zijn atelier te gaan schilderen. Nee. Hij had een grote glazen cilinder. Had hij boven op de duin neergezet. En die grote glazen cilinder, die heeft hij aan de binnenkant helemaal getekend wat hij zag. Dus de kerktorentjes en de bootjes en nog meer bootjes en nog een bootje erbij verzonnen. En zo rond het hele verhaal. En die hele grote tekening op die cilinder, die hebben ze toen met een soort dun papier beplakt. En toen meegenomen naar dit gebouw waar die koepel in staat. En daar hebben ze dat doek helemaal rondom gespannen. En vanuit die cilinder hebben ze toen geprojecteerd. Een lampje erachter en goed projecteren. Dus alle lijntjes die op die cilinder stonden, kwamen op het doek. En dan kun je ze op het doek overtrekken. En dan kun je ze op het doek inkleuren. En zo is dan het hele schilderij uiteindelijk ontstaan. Natuurlijk heeft hij dit niet helemaal in zijn eentje lopen schilderen. Dat is een te grote klus. Nee, hij had natuurlijk hulp van zijn vrouw, van Sintje. Sintje was ook een kunstenares. Daar ga ik zo nog één klein dingetje over vertellen. Maar hij had ook hulp van een meneer de Bok, een meneer Blommers en misschien wel de bekendste van hun, meneer Breitner. En die hebben met z'n drieën het echtpaar Mesdag goed geholpen bij het maken van dit werkstuk. De ene schilderde juist vooral de luchtpartijen. De ander schilderde vooral de schepen. Weer een ander hield zich vooral bezig met de bebouwing, dorpen. Weer een ander met het zand en de duinen. En allemaal samen hebben ze elkaar geholpen en elkaar ondersteund. Nog één klein dingetje over Sintje. Sintje staat op het schilderij als een soort handtekening. Mesdag heeft niet zijn handtekening eronder gezet. Ook een beetje, ze hebben het met z'n vijven gedaan. Hij heeft het niet alleen gedaan om het alleen te ondertekenen, vond hij niet zo. En heel belangrijk bij het schilderij was Sintje. Hier zit ze tussen de schepen. Ik zal het even een klein beetje uitvergroten, dan zie je er nog iets duidelijker. Kijk, achter haar schildersezel is zij aan het werk op het strand, zoals ze altijd deed. Zoals ook hij altijd deed. Je was in de duinen of je was op het strand en je schilderde de mensen, de boten, de zee, de duinen, de luchten. Dat was hun werk. En als eerbetoon is zij dus eigenlijk de handtekening op dit schilderij. Nog één klein bijzonderheidje. Er waren ook heel veel Nederlandse schilders die dit helemaal fantastisch vonden en hier ook naartoe kwamen. Bijvoorbeeld Vincent van Gogh is naar het panorama toegegaan en heeft zijn ogen uitgekeken. Zoals jij ook zult doen als je hier ooit terechtkomt. Hij keek naar het schilderij en hij zei: het enige wat er aan dit schilderij mankeert, is dat er niets aan mankeert. Oftewel, het was in zijn ogen te perfect. Hij was een groot bewonderaar van Mesdag. En andersom, Mesdag was ook een bewonderaar van Van Gogh. Alleen, het heeft niet geholpen. Van Gogh is in zijn leven nooit zo beroemd geworden als Mesdag in zijn leven was. Als je de kans hebt om hier naartoe te gaan, in Den Haag, aan de Zeestraat, het Panorama Mesdag,
je moet het absoluut een keer doen. De mooiste ervaring die ik daar had, was toen ik er met een klas schoolkinderen was. En één jongetje het helemaal gehad had met schilderijen en musea. En op de benedenverdieping achteruit op de grond ging liggen. En zei, meester, weet je wel hoe saai dat dit is? Ik zei, ja, rustig maar. Kom maar mee naar boven. Ik wil die trap niet op. Ja, kom maar mee naar boven. Gaan we boven eens even kijken, want dat is wel wat anders dan de schilderijtjes hier. En we gingen de trap op. En hij was sprakeloos en hij heeft 5 minuten rondgelopen. En toen kwam hij naar me toe en zei, meester, dit is het mooiste wat ik ooit gezien heb. Nou, ik denk dat meneer Mesdag een groter compliment ook niet kon krijgen. Ja, Van Gogh was leuk, maar zo'n jochie van 1 jaar of 11 die niks aan kunst vindt en die allemaal maar niks vindt en die op dat moment zegt, dit is het mooiste wat ik ooit gezien heb. Ik zou het doen. Ik denk dat ik geen filmpje kan vinden wat ik zo even hier neer kan zetten om onderdeel van mijn film te maken. Dat vind ik ook helemaal niet nodig. Je hebt de foto's gezien en op YouTube vind je allerlei filmpjes waarin wel de hele 360 graden op film te zien is. Nou, ga daar zelf maar even naar googlen. Ik zal een paar linkjes in de beschrijving neerzetten. Maar belangrijker is nog, ga er zelf naartoe. Je staat rondom die cilinder die hij gebruikt heeft op een soort vlonder en je kijkt uit en je kijkt over de zee en over het dorp. Het hele duin is nagebouwd. Het is gewoon zand. Er ligt zand wat zo naar beneden gaat. Je hebt het idee dat je zo in het strand loopt. Er liggen wat aangespoelde balken en er ligt een verloren klomp en allerlei dingen die je eraan doen denken dat je inderdaad bijna bij de zee bent. En ja, voor mij in Nederland een van de meest indrukwekkende dingen die je kunt zien. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Heel graag tot ziens in een volgende aflevering. Ik durf nog niet te zeggen wat de eerstvolgende wordt, maar er komen zeker nog een heleboel afleveringen over kunstenaars en bijzondere dingen die ze gemaakt hebben. En voor nu, dankjewel.